0-4-12 wordt gecommuniceerd door de supportersvereniging Haagse Bluf aan de supporters. Wat doet dat met jou? Een minuut stilte straks tijdens Vitesse ADO. Ja, het kengetal van OS. Ja, ik moet zeggen, dat is wel iets wat, wat je ongelooflijk raakt. Ook als vader. Want daar waren we allemaal wel stil van in de trainerskamer, ook gisteren. Ja, het is onvoorstelbaar dat dat gebeurt. En ja, het is natuurlijk een gebaar wat ik volledig zal ondersteunen, want het leed is niet te beschrijven. Leg je het spel ook stil of niet? Ik weet niet precies wat daar zal gebeuren, maar ik heb er wel iets over gelezen. Maar uiteraard zal ik daarover gebriefd worden en ja, alle medewerking namens ADO. In hoeverre relativeer je dan bijvoorbeeld na gisteren het drama in OS ook nog eens een keer dat het maar bijzaak is? Want daar gaat het nu ook over, hè? 4 minuten en 12 seconden, een minuut stilte straks in het Gelderdoom. Dat moet jij als vader ook raken. Ja, absoluut, tuurlijk. Ik heb daar wel een brok in mijn keel van gekregen. Ja, het is echt, ja, dat zijn dingen, als je geen kinderen hebt, denk ik dat je het ook wel snapt. Want dit zijn gewoon dingen die zijn zo vervelend. Ik gisteren of eergisteren was het gebeurd. En dan ga je het scenario ga je voor jezelf in je hoofd afspelen. Van, ja, dat je je kleintje bij de, of je kinderen bij de crash afzet. En ja, inderdaad, dat je het verhaal zegt van ja, tot straks. En ja, dat je dan het beeld voor je ziet. Ja, ik heb het drama natuurlijk niet gezien, maar ja, dat je de trein ziet en dat soort dingen, ja, dat is verschrikkelijk. En dan ja, wil ik ook nog wel aanhalen dat ik ja, mensen ook op internet en zo reacties zie geven. Poeh, ja, dat kan niet. Dan snap ik niet dat zulke mensen in deze wereld leven. Dat kan ik niet met mijn pet bij. Nu wordt er door beide sportverenigingen opgeroepen om een minuut stilte te houden. Doen jullie daar spelers zijn ook aan mee? Leg je het spel even stil? Dat weet ik niet of wij het spel stil gaan leggen, maar ik denk dat we absoluut wel wat van mee gaan krijgen van 4 minuten 12. En ja, wie weet heb ik de bal en dat ik mijn voet erop zet en dat ik zeg tegen de rest van de spelers van joh jongens, blijf even staan allemaal. En, maar zoiets moet in een wedstrijd moet dat uitkomen en ja, we zien het vanzelf wel.